Maar dat de verwachtingen eigenlijk laag waren, dat is het goede antwoord. En het resultaat zo groot is, dat ze daar echt niet over uit kunnen. Ik heb ook altijd gezegd, ik gun iedere huisarts één iemand, POA GGZ, die deze training heeft gedaan. Want dat zou echt heel veel doorverwijzingen schelen en heel veel ellende. Ja, leuk dat ik je spreek. Wie ben jij en wat is je achtergrond en wat doe je precies? Ja, hoi Casper. Ik ben Paula Bakker, woon in Leiden. En ik heb een verpleegkundige achtergrond. Zowel de A-kant, hè, de somatiek, als de B-kant. B-kant is meer bekend als psychiatrie. Laatste werkgever was Groot Instituut Rivierduinen. En daar heb ik op de acute dagbehandeling gewerkt, crisisregeling, heel veel ervaring op gedaan. En in het IAT heb ik gewerkt, intensief home treatment. En dat was de bedoeling daar om opnames te verkorten of te voorkomen. En toen heb ik de overstap gemaakt naar de POH GGZ. Ja, en sindsdien doe ik dat. Ik ben weggegaan bij de GGZ-instelling. En ja, ik werk nu als POH GGZ voor mezelf en bij twee huisartsen. En verder in het weekend werk ik nog bij de huisartsenpost als POH GGZ Spoed. En ja, daar bedien ik de mensen ook die bellen. Het verschil is aan de ene kant, ik doe nog steeds hetzelfde werk, alleen de matrixmethode is erbij toegevoegd. En toentertijd, dan weet je eigenlijk niet wat je mist, maar nu weet ik wel dat ik niet begrijp hoe ik toen heb kunnen werken eigenlijk. Als je het heel zwart-wit zegt. Je kunt echt nu beter aansluiten bij de cliënt. Stel, een cliënt heeft een arbeidsconflict, is er helemaal overspannen van geworden. Nou, natuurlijk moet eerst die overspannenheid tot rust komen en je hebt allerlei randgedragingen eromheen die een cliënt zelf kan beïnvloeden. Maar wat kan dan het herstel in de weg staan? Bijvoorbeeld een gesprek met een managementteam of met een nare werkgever of wat dan ook. En zo'n blik of bepaalde flarden van het gesprek, dat blijft maar storen. En dat is dan een trigger. Nou, die pak ik dan aan met de matrixmethode. En vroeger kon ik dat niet. Heb ik wel eens cognitieve gedragstherapie gedaan. Maar eigenlijk, een mens is ja, vrij lui van nature. Want na 2, 3 keer kent hij het kunstje. En dan werkt het niet meer. Nou, wat je dan met de matrixmethode doet, is dat je de emotie ervan afhaalt. En dat dan die blik van die manager of die opmerking of de houding van het team hè, wat tegenover je zit, dat je dat aanpakt. Nou, als dat weg is, dus die emotie is eraf, hè, dan blokkeert dat niet meer en het herstelproces gaat gewoon door. Dus dat is, ja, ik vind dat echt een hele mooie toevoeging. En zo nog met ja, veel meer casussen en voorbeelden. Het maakt echt het verschil. Maar toen ik nog niet met de matrixmethode werkte, toen wist ik niet dat dat er was. Dus ik wist ook niet dat ik dit miste. Als ik een intake doe met iemand, dan hoor ik het verhaal en dan schrijf ik al meteen wat steekwoorden op. Ik zet matrixmethode erbij, vraagteken, uitroepteken. En verderop in de volgende consulte pak ik het op of ik kijk of we het kunnen gebruiken. Want ja, je hebt natuurlijk maar 40 minuten bij de huisarts. Het is een beetje doorwerken. Maar daarom is de matrixmethode ook wel heel effectief, hè? Hij is heel snel, adequaat. En ja, ik leg het altijd uit in etappes. Hè? En een consult ga ik het werkmodel en het emotiemodel uitleggen. En soms zeg ik, joh, je kunt even opzoeken op YouTube. Soms ook niet. Mensen vinden het fijn, soms vinden ze het vervelend. Mogen ze allemaal zelf weten. En dan de keer erop of zelfs daarop, dan zeg ik van joh, zullen we die methode toepassen of beginnen? Of ze vragen er zelf om. En ik zeg ook altijd van het is een gesprekstechniek om ja, nare emoties, trauma vind ik ook zo'n groot woord, maar soms gebruik ik dat ook wel hè, om die aan te pakken. Nou, en de mensen pakken het eigenlijk allemaal heel vlot op. En ja, misschien dat 5% het niet zo leuk vindt. Maar goed, weet je, ook niet iedereen houdt van yoga of van cognitief gedragstherapie of het verhaal keer op keer vertellen. En een ander vindt dat weer wel fijn. Dus het is altijd een beetje ertussendoor
fietsen, wat is nodig. Wat ik ook wel een groot verschil vind, dat is, ik heb een eigen praktijk, dat weet je. Mensen komen dan heel gericht bij mij voor de matrixmethode. En dan ben je in 2-3 sessies heel eind verder. Als mensen bij de huisarts komen, kost het soms langer tijd. Ook weer afhankelijk van wat het probleem is. Is het een enkelvoudige angst? Er is iets naars gebeurd. Kijk, dan ben ik ook in 2 keer klaar. 3 keer hooguit. Hè, maar als iemand echt ziek is gemeld. Een depressie of rouw of angst en paniek aanvallen. Of een negatief zelfbeeld of wat dan ook. Dan is er zoveel meer wat je eromheen moet aanpakken. Maar bij alles wat een cliënt heeft, waar ze bij binnenkomen, er is een trigger, een iets wat het zeg maar luxerend heeft gemaakt. Nou, dat is natuurlijk prima om die aan te pakken met de matrixmethode. En leefstijl, dat soort dingen, kijk, daar begin ik altijd over. Het stressmechanisme, dat ze dat snappen, de rol van adrenaline en cortisol. Waarom je zo'n hoge hartslag krijgt. Hè. Mensen raken daar echt helemaal van in de stress. Als ze dat snappen en ze kunt beïnvloeden, en dan ben je weer verder en dan kun je ook de rest aanpakken. En daar gebruik ik inderdaad heel vaak de matrixmethode bij. Gemiddeld is dat 2 keer per dag bij de huisarts. Ook wel is een keer 0 geweest. Nou, vind ik jammer, is mijn dag minder geslaagd. Maar ook eens een keer gehad dat het 4 keer op een dag is. Hè? Dus dat is ook wel weer heel erg veel. Wat verder ook leuk is, dat is... de huisarts die was eerst wel sceptisch over, ja, wat is dat nu? En ik heb het wel uitgelegd, maar ja, ze snappen er niks van. Maar nu is er meer vertrouwen gekomen. En soms met de verwijzing staat er ook naar Paula matrixmethode vraagteken. Nou, en dan maak ik een dansje op de tafel, want dan denk ik, yes, en dat vind ik hartstikke leuk. En ik koppel het ook terug naar de huisartsen, wat het resultaat is. Soms vragen ze er zelf naar. En in de rapportage noteer ik het altijd heel kort. Zo van matrixmethode ingezet op 2 fragmenten. Gecoacht van 8 of 10 naar rustig of 0. Nou, en soms weet ik wel door de aanmelding hè, wat ik heb gecoacht. Maar dat ga ik er niet specifiek inzetten. Hè, stel dat iemand nare ervaring heeft met mannen, hè, om het maar zo te noemen. Hè, dan is dat al benoemd in de intake. Dan is dat bekend. Dus daar hoef ik niet uitgebreid over te praten. Dat is ook het mooie met de methode. Hè? Dat mensen daardoor niet extra emotioneel worden. Omdat je het eigenlijk heel neutraal benoemt. En in het copy gaat er van alles gaande. En je ziet ook dat het werkt. Nou, zou je volgende vraag kunnen zijn, hoe zie je dat? Maar wat ik zo mooi vind om te zien, en in het begin zag ik dat niet, is je ziet aan het gezicht van de cliënt dat het een soort verzacht. En je ziet een bepaalde concentratie ook. En dan zie je gewoon dat ze er goed in zitten. Als de aandacht verslapt bij de cliënt of wat dan ook, dan zie je dat ook. Echt die hele kleine subtiele verschilletjes, die heb ik wel leren inzien. En toen ik net begon met de matrixmethode in 2017, had ik niet gedacht dat ik dat kon zien. Maar nu snap ik eigenlijk ook waarom Ingrid eigenlijk de mensen zo goed kan lezen. Nou, dan denk ik echt, hoe kan dat? Maar je ziet dus echt heel veel als je goed kijkt naar iemand. En je ziet ook wat het doet. Mensen zijn nog nooit van hun stoel gevallen, helemaal emotioneel of wat dan ook. Wat ik wel zie is regelmatig een rollende traan. Ik noem dat wel eens een maxima traan. Vind ik eigenlijk wel leuk om te zeggen. En dat zeg ik dan ook aan het voorstukje als ik het uitleg. Tissues staan bij de hand. Ja, ze hebben het niet echt nodig. Maar ik denk zelf altijd maar dat vind ik veilig als iemand dat benoemt. Hè? Want niemand wil op zijn kwetsbaarst tegenover iemand zitten. Nou ja, dat maakt het gewoon heel menselijk. Wat is de reden waarom de huisarts sceptisch is? Ja, waarom is de huisarts sceptisch? Ik denk dat het komt omdat de huisarts zit in heel bolwerk. Hè? Bijvoorbeeld, ze hebben ook hun eigen verenigingen. En ik zal niet zeggen dat ze niet met de tijd meegaan. Maar nieuwe dingen, die moeten eigenlijk altijd wetenschappelijk onderwezen worden. Of onderbouwd worden. En dat is heel lastig om dat met een methode van de grond te krijgen. Hè? Dat kost heel veel geld en tijd. En
Ja, wat ik dan eigenlijk zelf vind, als je dan ziet wat het grote effect is, denk ik, ja, waarom zou je dat allemaal onderzoeken, weet je? Boeiend, het werkt, je ziet het toch. Maar goed, zo is het. En ja, huisartsen moeten zich conformeren aan, ja, aan het grote geheel, het grote plaatje. En daarom ben ik wel heel erg blij dat ik als POA GGZ de ruimte daarvoor heb. Aan de andere kant denk ik ook, weet je, dat is het mooie van de POA GGZ, dat je die ruimte hebt, neemt en krijgt. Omdat we ervoor zorgen dat er ja, veel minder doorverwijzingen zijn. Hè? De basis GGZ, specialistische GGZ, ja, dat moet altijd. Want in mijn optiek is dat echt voor mensen die ja, toch echt psychiatrische verschijnselen vertonen. En daar bedoel ik dan mee bijvoorbeeld hallucineren, stemmetjes horen of ontzettend verslavingsgedrag of... ja, echt zo depressief zijn dat ze thuis niet meer behandeld kunnen worden. Maar echt het merendeel denk ik van, joh, zet breder in bij die huisarts. Huisarts, gun ons een paar consulten meer. En de verwijzingen zijn gewoon veel lager. De patiënt hoeft niet doorgestuurd te worden. Hij hoeft niet naar een andere plaats. En het is lekker laagdrempelig. Of die nou linksaf gaat bij de huisarts naar de spreekkamer of rechtsaf bij mij, weet je. Het valt in de basisverzekering en dat is gewoon prachtig en dat werkt. Wat ik ook interessant vind de laatste tijd, is dat je ook wel meer hoort van de bedrijfsartsen. En wat ik prettig vind van sommige cliënten, dan koppelen ze terug naar de bedrijfsarts wat wij doen in de huisartspraktijk. En dan nog niet eens zozeer de matrixmethode, maar wat je inzet. En dat ze het dan eigenlijk ook goed vinden. Hè? Dat ze merken dat we, ja, dat we de mensen niet pappen en nat houden, maar dat er wat gebeurt. Nou, zijn mensen te lang ziek, dan heeft de werkgever soms ook wel eens een traject. Hè? Heeft een speciaal fonds of iets. En ja, we wisselen het af. Ik ben echt voor samenwerken, openheid. En ik denk dat ook het allerbelangrijkste is dat alle mensen meer gaan communiceren. Dus echt vertellen, wat zit je dwars, wat is er, hoe is het voor jou? Nou, en daar sluit de matrixmethode ook weer heel erg mooi bij aan. Geen ingewikkelde gesprekken, moeilijke woorden. Echt ja, eenvoudig, dicht bij de mens en effectief. Ik ben met de matrixmethode in aanraking gekomen door LinkedIn. Daar kwam ik een stukje tegen van Ingrid. En ja, ik was eigenlijk wel benieuwd wat het was. Nou, ik heb haar gebeld. Ze heeft een afspraak met me gemaakt. En ze heeft mij gecoacht op een ja, persoonlijk dingetje. Bepaalde kleur ogen kan ik helemaal niet tegen door een bepaalde ervaring. En oké, dat was het. Nou, ik wist eigenlijk helemaal niet of het nou wel of niet geholpen had. En het ging zo snel. Nou, later bleek dus dat het zeker geholpen had. En toen ben ik naar een matrixcollega nu van mij toegegaan, Annie. En ik heb met haar een afspraak gemaakt en gezegd, joh, wil je me alles vertellen? En ook eens even meedenken, wat kan ik ermee als POA GGZ in de praktijk? Hè, want alles kost geld, denk ik nou zeker in het begin. Als je het moet betalen, dan moet je natuurlijk wel goed weten wat je doet. Maar nu kan ik ook zeker zeggen, het is het geld dubbel en dwars waard geweest. En het mooie is dan eigenlijk, als je hem hebt gedaan, dan wil je iedereen en alles matrixen. Maar je moet echt leren ook van, wanneer pas je toe hè, in de huisartspraktijk? Hoe leid je het in? Hè? En je mag zeker enthousiast zijn, maar ook weer niet te gretig. Hè? Je kunt mensen daar ook wel mee overvallen. Want het verschil is, ze komen niet bij mij aan de deur speciaal voor die methode. Maar ik heb het als extra tool in de box. En daar is die, ja, echt voegt die heel veel toe in de praktijk. Het is ook niet moeilijk om te doen. Maar dat komt als je de poosje gedaan hebt. In het begin vond ik het wel een beetje moeilijk. Omdat je de structuur moet aanhouden die je hebt geleerd. En dat is echt heel precies werk. En ja, daar worden we ook op getraind en op gecontroleerd. En ook met elkaar als we intervisie doen. Ja, dus je moet het echt ja, eigenlijk blind kunnen doen. Nou, en dat kan ik nu ook, gelukkig. En laatst was ze ook leuk. Had ik een mevrouw, die had ik een jaar later eens aan de telefoon. En ik zeg, joh, nog even een vraagje. Hoe was het? Hè? Vorig jaar deze tijd hebben we hè, een coaching gedaan. Nou, toen zei ze ook nou, dat ze helemaal geen last meer had en hoe het voor haar was geweest. Nou, daar heb ik ook een stukje over op LinkedIn gezet. En dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen.
Een tip aan een collega POA GGZ die de matrixmethode nog niet doet. Ik zou zeggen, ga je verdiepen in de methode. Ga filmpjes kijken op link of op YouTube. Kijk op LinkedIn, er zijn heel veel berichtjes te vinden. Ook in geanonimiseerde casusvorm. Nou, dan kan je echt een indruk krijgen. Wat of hoe. Ga met je huisarts in gesprek. Ga het Matrixmethode Instituut bellen. Of je wat informatie mag of wat dan ook. Kijk, je mag mij ook bellen. Ik ben ook te vinden op LinkedIn of een berichtje sturen. En ik maak zeker graag tijd voor je vrij om het uit te leggen. Dus dat, ja, dat zegt denk ik al genoeg dat ik ook een stukje van mijn tijd wil geven om, om mijn collega's erbij te betrekken. Ik heb ook altijd gezegd, ik gun iedere huisarts één iemand, POA GGZ, die deze training heeft gedaan. Want dat zou echt heel veel doorverwijzingen schelen en heel veel ellende. Nou ja, daarbij, dat is ook mijn stokpaardje, hè, vind ik ook dat er heel veel aandacht moet zijn voor levenslessen op school voor kinderen, leefstijl. Dat ze zelf al leren, wanneer zit ik niet lekker in mijn vel? Nou, en als je dan van rechts de matrixmethode kan invliegen, dan heb je meer dan dikke winst. Er is natuurlijk een verschil of ik cliënten in mijn eigen praktijk zie. Die zie ik gemiddeld 2-3 keer, hooguit 4 keer. En bij de huisarts zie ik de mensen meer. Maar dat is ook afhankelijk van waarom de mensen bij mij komen. Als ik iemand heb die een verkeersongeval heeft meegemaakt, hè, en angst voor een rotonde heeft ontwikkeld. Ja, die zie ik dan 1 of 2 keer en ik bel nog een keertje of het allemaal goed is gegaan. Als ik iemand heb die overspannen is, een bedrijfsconflict of overspannen door huiselijke omstandigheden, overspannen, nou ja, weet ik het allemaal. Ja, dan zie ik ze meer. Hè. En meer, dat is bij een huisarts, dat kan 8 keer zijn. Hè. Het kan ook 10 keer zijn, maar het kan ook 6 keer zijn. En je hebt ook mensen die, die werken bijvoorbeeld niet, maar die hebben wel een groot probleem. Die hebben ook geen bedrijfsarts of wat dan ook. Ja, die zie ik gewoon meer, misschien 12 keer. Nou, en als dingen echt niet vlotten of als het niet gaat, dan stuur ik ze door. Maar dat is echt een kleine groep. En trouwens, als je doorgestuurd wordt, je moet dan lang wachten voordat je aan de beurt bent. Nou, dan ben ik soms ook al klaar. En het echte doorverwijzen, ik vind dat moet echt voor mensen met grote psychische problemen, die suïcidaal zijn, hallucinaties hebben, psychotisch, echt problemen die de POA GGZ overstijgen. Maar door de wachttijden zie je ook dat er een verschuiving is gekomen, dat er gewoon zwaardere problematiek bij de POA GGZ is. En dat, dat merk ik ook. Ik kom uit de psychiatrie, dus ik ben wel wat gewend. En de eerste jaren vond ik het eigenlijk wel wat lichter. En de laatste jaren vind ik het zeker zwaarder worden. Echt serieuzer. Maar goed, ik blijf zeggen, communiceren, wees open. Dat is echt de sleutel van heel veel. Wat ik kan vertellen over hoe de cliënten reageren op de matrixmethode, dat is heel wisselend. Er zijn mensen die zeggen meteen, kom maar door. Die gaan er gewoon blind in. Er zijn ook mensen die vinden het een beetje spannend. Nou, ik doe dan vaak een oefening om even te oefenen met ze van, hè, kunnen ze visualiseren of hoe zit het? En daardoor verlaag je de drempel. En wat ik al eerder zei, eigenlijk komt het bijna niet voor dat de cliënt het niets vindt. Misschien 5%. Mensen die bijvoorbeeld autisme hebben, hè, dan moet je het een beetje goed op afstemmen. Maar aan de andere kant, als ze gewend zijn en ze weten wat je wil, dan kunnen ze hartstikke goed met je meegaan. Ook mensen met een laag verstandelijke beperking. Ook hetzelfde verhaal. Ik heb 1 keer gehad, een mevrouw die heeft het gestopt. Die voelde op een gegeven moment in het keelgebied bepaalde sensaties. En dat vond ze zo eng. Ook al had ik het gezegd van tevoren dat je dingen kunt voelen. En die vond het niet fijn. Die was daar echt niet van. Maar goed, dat mag ook. En in het begin voelde ik me daar heel ongelukkig over. Van, heb ik het niet goed gedaan of wat dan ook. Maar ook niet iedereen houdt van patat. Terwijl dat er ontzettend veel mensen zijn die friet lusten. Hè? Maar een enkeling lust het niet. Dus
Zo relativeer ik het dan maar. Maar ik vind het ook altijd belangrijk om wel in gesprek te blijven. Hè, te bespreken van, joh, hè, wat vind je moeilijk, wat vind je lastig? En ja, eigenlijk neemt dat ook een drempel wel weer weg. Hè? Of een nieuwe ronde, nieuwe kans, dat is ook zeker ja, geen enkel probleem. Ja, en zeker bij mij niet, want ja, ik weet dat het werkt. Je kan ook niet iemand ja, kwetsen of meer beschadigen, toch, met deze methodiek? Nee, je kan iemand niet echt kwetsen of beschadigen. Met name omdat ik uit de inhoud blijf. He, ze hoeven dus niet van alles te vertellen waar ze zich de volgende keer rot over schamen of wat dan ook. Het enige waar mensen zich kwetsbaar in opstellen, dat is dat ze eigenlijk een beetje zitten van, oh, wat heeft dit een impact gehad? Dat ze zich daar zo anders door voelen. En anders door voelen klinkt ook weer raar. Maar dat de verwachtingen eigenlijk laag waren, dat is het goede antwoord. En het resultaat zo groot is, dat ze daar echt niet over uit kunnen.